samen met vriend Jaap de Walda onderneemt hij avontuurlijke tochten over het wat. Een tocht van Texel naar Vlieland in 1962 met overnachting op het wat in een rubberboot brengt de jongens de nationale heldenstatus. Holland heeft nog altijd kerels, jongetjes van Jan de Wit, die een toonbeeld zijn van stoerheid, onverzettelijkheid en pit. Daarom, beste van de vechters, nogmaals hulp. Door dit soort tochten maakt Abramsen het wat populair. Watlopen wordt in de jaren 70 haast een nieuwe volkssport. Toen dat echt groter ging worden en commercieel geëxploiteerd ging worden, kreeg je situaties dat het op zaterdag op het wat, dat je tussen twee groepen van een paar honderd mensen inliep en je kon die groepen niet ontwijken, want je moest in hetzelfde tijd moest je open. Je had een kwestie van ik ga een uur later, nee, daar zo niet. Bij bijna alles wat op papier is verschenen over de Wadden is Jan Abramsen op een of andere manier betrokken. Van het roemruchte Waddenbulletin, dat tot in Zuid-Limburg op de salontafels van natuurmensen ligt, is hij hoofdredacteur. Kunst en cultuur staan bij hem niet tegenover natuur. Van hem mag een kunstenaar best kleurstoffen in de Waddenzee strooien. Han Jansen heette de man die, als veel onschuldiger, maar toch, kleurstoffen strooide in de prielen en in de geulen van de Dollard om daar een patroon vast te leggen. In roze en blauw. En Jan vond het geweldig en die ging daar onmiddellijk filmen en met de camera bovenop om te laten zijn brug tussen natuur en cultuur. Op 11 april dit jaar overlijdt hij aan longkanker. Tot het laatst toe blijft hij plannen maken voor nieuwe projecten. Mensen zoals Jan Abramsen, die met literatuurcriticus Marcel Reich-Ranitsky. Hij presenteert een boekenprogramma op televisie waarin hij auteurs kan maken en spreken. De Nederlandse schrijvers Cees Notenboom en Harry Moelis hebben veel aan hem te danken. Onder meer daarom krijgt Reich-Ranitsky